Hallo lieve medeknutselaars, vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik zelf krijtverf maak. Dit is eigenlijk heel simpel, terwijl normaal krijtverf ongelooflijk duur is om te kopen. Ik doe het zelf heel lang op deze methode en je kunt er ook heel veel verven mat mee maken. Wat ik zelf gebruik is gewoon simpele latex. Deze is toevallig van de Praxis als ik het goed heb. En dan pak ik vaak wel de matte, maar je kunt ook hoogglans pakken. Nou, wat doe ik zelf? Ik heb mijn verf. Ik heb gewoon simpele krijt. Ja, krijt, echt. Krijt. En dan ga ik de krijt. Ik pak gewoon een mesje. Je kunt bijvoorbeeld ook een rasp gebruiken, maar ik doe het gewoon op deze manier. En die ga ik afraspen. Dus. En op deze manier komt er gewoon een flinke lading in mijn verf. Zoals jullie zien. Als je rasp gebruikt, gaat het natuurlijk 10 keer sneller, maar... Of je kunt bijvoorbeeld het krijtje ook helemaal zo afkratsen tegen iets, maar... Zo werkt ook goed. Voorzichtig zijn met een mesje natuurlijk. Ik snij mezelf ook altijd 10 keer in mijn handen, maar goed. Maar dit is gewoon een hele makkelijke methode waarmee je iedere kleur verf krijtverf kan maken. En ik heb gemerkt dat latex gewoon heel goed erbij werkt. Zo. Nou, zoals jullie zien heb ik al best wat krijt erin zitten. En dan is het gewoon een kwestie van doorroeren. En het is vaak even bekijken van nou, hoeveel krijt moet erin. Het is een vrij groot potje, dus er mag best wel wat meer in. Nou, ik ga even dit krijtje helemaal afraspen. Als ik hem helemaal erin heb zitten, dan kom ik even bij jullie terug. Doe ik een stukje verf en laat ik jullie het zien. Hier ben ik weer. Ik heb mijn verf nu helemaal klaar en ik heb hem doorgeroerd. Ik heb zo goed als het hele krijtje erin gedaan. Dit had ik nog over. Ik heb ook alvast een stukje voorgeschilderd om jullie te laten zien. Hij is ook al bijna helemaal droog. En je kunt er nou gewoon op schrijven. En het mooie hiervan is, je haalt het ook makkelijk weer weg. Nou, dan heb je dus super simpel en heel goedkoop zelf krijtbordverf gemaakt. Nou, deze techniek kun je dus voor heel veel dingen gebruiken. Ik vind alleen al het matten van de verf heel mooi. Nou, ik hoop dat jullie er iets aan hebben, dat jullie het zelf ook gaan proberen en dat jullie heel mooie dingen ermee gaan maken. Wil je graag meer tutorials zien? Wil je graag meer dingen weten? Wil je graag een keer wat anders zien? Stuur me even een berichtje, doe even een duimpje omhoog, laat even een commentje achter. Zoals je ziet, mijn handen zitten weer helemaal onder de verf, zoals altijd. Maar dat maakt niet uit. Dank jullie wel voor het kijken en knutsel ze!